Vandaag straatfotografie in Ronse. Ik ben aan het station geparkeerd op dit moment. Met de GFX ga ik fotograferen. Ik ben niet alleen, er is niemand aan het slapen vannacht. Ik ga het even hier opnemen. Kijk, de GFX. Ik heb ondertussen gevonden hoe dat ik... Dus ik ga die 35-70 lens gebruiken. En ik heb ondertussen gevonden hoe dat ik manueel kan belichten. Het is eigenlijk gewoon dat knopje hier. Als je daarop duwt, dan wijzigt de functie van dat wieltje. Dus zo kun je de functie van dat wieltje door hier op te duwen wisselen tussen, wat was het, ISO of diafragma. Omdat er hier geen diafragma ring op zit, kun je zo dan je diafragma bedienen samen met je sluitertijd. Er is dan wel een ring op. Ja, en compensatie is niet nodig, tenzij je auto-ISO of zo gebruikt. Maar het probleem was eigenlijk dat standaard hangt hem, van zodra ik die lens erop gezet had, hangt hem standaard naar aperture. Dus dat hem zelf een diafragma kiest voor de belichting goed te krijgen. En dan kon ik hiermee met dat wieltje. Maar dat zijn geen zo goede wieltjes. Dat zijn zo vrij fragile wieltjes met een drukfunctie enzovoort. Ik heb veel liever deze wieltjes. Daarmee kon ik dan mijn tijd zo in stops, nee, mijn diafragma in stops en een aantal stops wijzigen. Maar het was geen full manual control. Terwijl als ik hier nu die knop gebruik, kan ik hiermee en hiermee wel full manual gebruiken. Er was ook een indicatie in het scherm die dan wijzigde naar IM trouwens. Dus ik weet niet hoe dat ik nu terug moet naar aperture voorkeur. Maar ik heb die functie ook niet nodig, dus dat geeft niet. En uiteraard had ik gewoon in de handleiding gezocht, had ik dat wel gevonden. Hè. Maar dus ga met de 35-70 lens zijn. Ik ga waarschijnlijk weer een panorama, omdat ik dat gewoon graag doe. Dat is deel van de reden dat ik die camera gekocht heb, voor die panorama stand. Ik heb al gezien, ik zal dus gewoon een paar fragmenten filmen, plus natuurlijk de foto's dat ik maak ertussendoor. Maar... ik had in huis een paar foto's. Ja, sowieso dit voor in huis te fotograferen is niet zo interessant, omdat je hebt redelijk wel licht nodig hebt met die grote sensor enzovoort. Of je moet met hoge ISO-waarden gaan werken, maar, en die kan wel beter om met hoge ISO-waarden, maar het is nog altijd lagere ISO is nog altijd betere kwaliteit natuurlijk. Maar het viel mij vooral op, ik had dan zo'n aantal foto's gemaakt van de dochter enzovoort in huis. En eigenlijk was dan de foto's aan het bekijken en ik had ze eigenlijk allemaal op 55 mm gefotografeerd. Dus ik had eigenlijk perfect met die 15 mm alles kunnen fotograferen. En ik had dan een licht sterkere lens gehad. Wat was de opening? Want die 35 is dan 3,5 denk ik maximale opening. Terwijl hier op 50 zal dan nog maar 4,5 of zo zijn. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik heb nog niet genoeg gebruikt die lens. Maar ja, dat is wel mijn echte straatcombi ding toestand. Ik zou moeten mijn GoPro ook erop zetten in het vervolg. Maar ik ga eerst de kleine en de drager hier steken en vertrekken. Voilà, we zijn ingepakt. Hoi. Ga je muts, moet je goed zetten, jongen. We moeten juist zien dat we op tijd terug zijn op school. Maar voor de rest kunnen we ons goesting doen. Op de een of andere manier heb ik altijd een tijdslimiet als ik ga fotograferen. Moet ik ergens anders nog zijn. Zatje. En het 250ste van een seconde bij opening f4,5 bij ISO 400, dat zijn mijn instellingen dat ik gebruik. Het is vrij grijs licht, het is vrij constant. Ik moet echt al ergens in een steegje of ergens zo gaan staan om een andere lichtsituatie te hebben. Dus super gemakkelijk om te belichten. Hè. En hij zit eigenlijk ook niet in de weg om te fotograferen. Het enige dat ze met, maar kan dat instaan, zeg maar, dat ze met een sensor voor als mijn oog eraan komt. En soms zit zo'n flash van zijn muts ervoor. En dan gaan mijn display uitzien. Dat is het enige dat ik merk van het feit dat hij niet geslapen al, maar ik verwacht eigenlijk dat hij meer ging slapen. Ik weet niet wat dat gaat lukken. Hij is vreemd aan het kijken overal. Eigenlijk merk ik vooral dat ik niet gewoon ben van met de zoomlens te werken. Ik
betrap me op dat ik het gewoon instel op 35 of op 70 of wat ik ook denk nodig te hebben. En dat ik dan stap naar dichter van of dichterbij of verder van het onderwerp om zo mijn framing te bepalen. Wat eigenlijk de juiste manier van fotograferen is daar niet van. Hè? Want uw zoomen verandert veel meer dan uw compositie. Hè? Ja, achter mij kun je het nog zien waarschijnlijk. Ze zijn kerstverlichting aan het ophangen. Ze waren eigenlijk eerst die auto aan het manoeuvreren enzovo, die lift aan het manoeuvreren. Dus daar heb ik wel leuke foto's van kunnen maken, denk ik. Plus dat ze dan ook nog. Het eerste wat je wel merkt is dat. Dat is contrast uit de focus. Hè. En als je dan zo tegen de lucht fotografeert, merkt je wel dat. Ja, dat qua. Ja, dat kan gewoon, dat heeft er veel moeite om dan scherp te stellen. Terwijl neem je zo'n de Fujifilm gelijk welke vanuit de X-series in plaats van de GFX. Dan die hebben face detect en zo ook nog extra features om scherp te stellen. Die gaan daar veel beter, die gaan één sneller zijn. Ja, plus de recenter GFX ook. Hè. Die gaan veel sneller zijn en die gaan veel preciezer zijn. Die gaan zo niet missen. Deze was echt. Ik denk 50-50. En dat is niet omdat dat een slechte lens is of een slechte camera. Dat is gewoon een beperking van die camera natuurlijk. Ondertussen ben ik meer in het centrum. En ik heb voren gemaakt een voetpad. Hij is hier al heel de tijd aan het kijken van wat is dat hier. Wat doet je hem eigenlijk? Ja, de meeste mensen kijken van wat doet je hem eigenlijk. Er is markt, daar in de verte ziet het. Maar ik ben er bewust een beetje. Allee, ik ga nu even passeren, zo, maar ik ga er niet van de bocht van het weg blijven. Om niet altijd hetzelfde soort foto's te krijgen. Schoenen. Maar ik ook nieuwe schoenen hebben. Juist, ik had er nog niet bij stil. Er staat maar eigenlijk ook nog een uitdaging. Normaal. Ik had vroeger altijd Lightroom. Het fotografieplan van Lightroom ofzo. En dan heb je Photoshop, maar Lightroom. Allee, het Adobe fotografieplan, zo is het. Maar ik had opgezegd, dat was iets van. Was 12 euro per maand of zoiets. Maar dat blijft lopen en ik gebruik dat nu en dan een keer. Maar dat is eigenlijk wel nog duur voor. Allee, volgens dat ik het maar zo weinig gebruik. Dus ik heb het nu opgezegd. Dus nu heb ik geen Lightroom. Het voordeel van Lightroom is wel, je hebt daar zo die profielen in. Die je op je camera hebt. Dus als je een RAW bestand importeert, dan kun je echt nog dat profiel dat je normaal in je Fujifilm camera kiest, like Classic Chrome gebruik ik veel bijvoorbeeld, dan kun je de dien gewoon op die RAW selecteren. Dat is dan echt het Fujifilm profiel. Dus dat werkt echt super goed. Dat heb ik niet meer, maar ik ga denk ik Darktable is een gratis alternatief. Dat ga ik gebruiken denk ik. Hij heeft er nog, hè. Ja, gaat er nog. Maar ik ga denk ik beginnen met Darktable. We zullen zien of dat werkt of niet.